Goedemorgen allemaal, het is dinsdag. Ja, het is dinsdagochtend 7:10 en ik zit aan mijn ontbijtje. Ik heb kwark met muesli en appel en kaneel en een kopje vers gemberthee. En ik ga lekker ontbijtnieuws kijken en dan ga ik gelijk maar aan het werk. De planning is vandaag eerst bezig met artikelen en video's. Dan heb ik een aantal cliënten en dan vanavond lesgeven in de sportschool. Dus best wel dinsdag is altijd best wel een lange dag. Maar ik vind het toch even goed lekker om er gewoon 7:00 uit te gaan en gelijk te beginnen. Dus let's go. Maar eerst even lekker ontbijten met ontbijtnieuws. Hard gewerkt. Ik heb Vlogmas deel 5 klaarstaan voor jullie om te zien. Die heb ik helemaal klaargemaakt. En ik heb een artikel getypt. En nu is het tijd om te lunchen. En ik heb nog steeds van alle soorten brood belegd. Dus ik heb er voor 1 grote cracker party. En Sven is hier trouwens naast me zijn schoenen aan het aantrekken. Ja. Dat is wat je hoort. Ik heb vegetarische filet américain. Daarnaast pindakaas met hoe heet dat spul? Sambal. Dan een gebakken eitje met wat kruiden eroverheen en hummus met daaroverheen paprika spread en wat groenten erbij. Dus ik zeg top lunchje. Oh ja hoor, ze is aangekleed. Ik heb dit shirtje aan, een groene broek en roze schoentjes. Ik voelde me kleurrijk vandaag, dus dat gaan we nog maar doen. En ik ben ondertussen aan het koken, zodat ik dat vanavond kan meenemen. Want ik moet dus vanavond lesgeven op de sportschool, of eigenlijk om 6:00 al. Auw, en ik brand mijn vinger aan de pan. Dat is echt niet intelligent. Maar dan eet ik dus altijd al om 4:00 mijn warme maaltijd. En dan neem ik dat dus mee naar de sportschool. Het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als wat ik vorige week kookte. Want dat kook ik heel vaak op dinsdag. Ik ben rijst aan het maken met kip en groenten. Ik ben inmiddels op mijn werk aangekomen. Ik heb toch maar andere schoenen aangetrokken. Ik vond het toch wel erg roze. Dus ik dacht, groen is iets neutraler. Maar ik zou nog laten zien wat voor producten ik hier allemaal heb staan. En waarom ik ze daar heb laten staan. Dus dat lijkt me leuk om nu te doen. Laten we maar even aan deze kant beginnen. Ik heb hier allereerst eetmaatjes staan. Dat is een portie met meter zeg maar voor pasta en die geeft het voedingscentrum uit en daar heb ik een aantal van, dus die heb ik hier staan. De probiotica die ik altijd gebruik en die bij sommige mensen met PDS heel goed werkt. Een voorbeeld voor multivitamines. Ik vind niet per se deze goed en dat is met heel veel producten die hier staan, maar ik gebruik het dan om het etiket een beetje uit te leggen aan mensen. Dit is een isotone sportdrank, heel handig voor sporters. Volkoren crackers, en dat gebruik ik vooral voor het woordje volkoren, zodat mensen goed onthouden van hey, als er volkoren staat op een product en vooral op brood, dan weet je dat het een goede keuze is. Zilvervliesrijst is natuurlijk ook een goede keuze. Ik heb hier wat ideetjes liggen als mensen zeggen van hey, ik wil iets meenemen wat nog enigszins gezond is, heb ik deze reepjes als voorbeeld. Dit en deze om zelf pastasaus te kunnen maken op een makkelijke manier. De olijfolie spray vind ik al heel makkelijk om te doseren, want je gebruikt heel snel zeg maar te veel olijfolie, vooral over salades en zo. En hier kun je het heel makkelijk mee doseren. Dan kokosnippers vind ik heel fijn. Vooral voor mensen die een koolhydraatarm dieet doen. Daarvoor is dit heel lekker voor door de muesli. Hier heb ik haverzemelen staan. Die zijn heel fijn voor als je wat meer vezels wil hebben. Gezondere mayo. Dan wat light frisdranken. En ook eentje zonder zoetstof. Gezondere varianten van krokante ontbijtgranen. Dan gebruik ik dit altijd om het verschil tussen muesli en krusli uit te leggen. En dit het verschil tussen halfarine en margarine. Die gebruik ik ook vooral voor het etiket. Nou, dat was het. Nu weten jullie alles. Oh, en dit moet ik ook even laten zien. Kijk hoe mooi onze wachtruimte is geworden. En we hebben hier dan ook de bordjes hangen. Dus het is echt nu helemaal af. Superleuk. Goed, het is alweer tijd om te eten. Ik heb mijn prakkie hier. En Tamara is er ook weer. Hallo. Blij om je weer te zien. Oh, mijn batterij is bijna op, jongens. Nou ja, ik ga in ieder geval eten. Ik ga mijn Instagram post doen. En daarna lesgeven. Klaar om les te geven. Dit is mijn outfit van vandaag. Paarse Gymshark broek. Zwart Nike shirtje. En Under Armour schoenen. Ik ga kijken, jullie vonden vorige week het dansje heel erg leuk. Ik ga kijken of mijn batterij het toelaat om nog een mini stukje te laten zien. Aan het filmen? Nee, je had kunnen niet doen. Moet ik het nog een keer doen? Nee.
Jammer. Steeds ga je ook nog een dansje doen. Wil je een dansje erbij doen? Nee. Heb je lekker eten? Ja. Iets smakelijk. Iets smakelijk. Ik ben thuis van het sporten, mocht je het nog niet doorhebben. Ik ben thuis van het sporten. En Sven is thuis van het werken. Sven gaat avondeten. Ik ga mijn avondsnack maken, want ik had al avond gegeten. Vorige week vroeg iemand van jullie van, kun je eens de verhoudingen laten zien van de havermoutpap die je maakt? En yes, I can. Jullie vragen, ik draai. Dat is een van de leukste dingen aan Vlogmas, vind ik. Ik heb hier 250 ml melk, 30 gram havermout, 1 appel zit erin. En nu ga ik 1 scoop eiwitpoeder erin doen. Ik heb meestal Whey Perfection van Body & Fit Shop niet gesponsord. En ik ga er 1 gram bij doen. Dat is ongeveer, of 1 gram, 1 scoop bij doen. En dat is ongeveer 28 gram. Meestal, ik kan niet zo goed scoopen. Dus meestal doe ik zo en dan kijk ik gewoon hoeveel gram het is. 25, klein beetje erbij. Ik ben nooit zo heel nauwkeurig hoor. 30 ook goed, prima. Dit ga ik koken totdat het zeg maar een prutje is. En daarna doe ik er pindakaas bij. En daar gaat hij dan erbij, een schep pindakaas. Ik weeg dit meestal niet af, maar ik weet dat het ongeveer zo'n 15 gram is. Omdat ik het gewoon vaker heb afgewogen, dus nu vind ik het niet nodig. Dit roer ik dan goed door elkaar en dat is dan mijn after workout snack. Ik wil nog even benadrukken dat het absoluut geen caloriearme snack is. In tegenstelling, het is best wel heel calorierijk. Maar ik heb dat ook echt nodig na het sporten. Dag meneer. Hallo. Hallo, Sven komt even voorbij. Omdat ik op dinsdag dus zo'n rare verdeling heb en om 4 uur al warm eten eet en daarna 2 uur sportles ga geven, vind ik het fijn om gewoon echt nog even een flinke maaltijd te bewaren voor na het sporten. Ik wissel ermee. Soms doe ik wat meer melk, wat meer havermout. Soms doe ik het met water in plaats van melk. Soms doe ik het met havermelk in plaats van amandelmelk in plaats van gewone melk. Soms laat ik de pindakaas weg. Soms doe ik het met banaan in plaats van appel en ga zo maar door. Ik hoop in ieder geval dat je wat inspiratie hebt gekregen. Jongens, wat mis ik mijn wimpers. Morgen ga ik weer naar Inge toe om mijn wimpers te laten doen. Maar man, je voelt je zo naakt of zo. En ik kan nu ook geen mascara opdoen, want er zitten nog een paar wimpertjes op. Maar echt het grootste deel is er afgevallen. Maar goed, jullie moeten het nog eventjes doen met mijn naakte hoofd. Echt zo bizar dat dat zo verschil kan voelen voor jezelf. Maar goed, goed. Ik ga gewoon eerst eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb een zwart rokje aan, een zwart shirtje daar overheen. Dit vest, die is trouwens van de Vibra. Die liep ik ooit per ongeluk tegen het lijf. En ik ben er echt super blij mee. Ik vind het zo'n lekker vest. En daaronder heb ik deze schoentjes. Die zijn van Sasha volgens mij. Dus heel blij met mijn outfit. Het is inmiddels 21:15. Ik heb vanmorgen al bezig geweest met een... vanmorgen al bezig geweest met de artikel. En ja, wat andere dingetjes nog gedaan. En ik ben weer vreselijk overbelicht. Nu is het tijd om lunch te gaan maken. Om mee te nemen naar werk. Ik heb cliënten van 11:30 tot 7:00. Dus best wel zeg maar een lange dag op werk. In de zin van ik eet waarschijnlijk pas laat. Want ik moet daarna ook nog boodschappen doen. Dus ik moet genoeg eten meenemen. Dus dat gaan we nu maken. Zo, mijn lunchbox is zo goed als klaar. Ik heb hier 4 Waza vezelrijke crackers. Ik heb hier vegetarische filet americain. Dan heb ik hier kuutenkees. En ik zoek eigenlijk nog zo'n klein bakje voor waar ik mijn smeersels zeg maar in kan doen. Nu heb ik dit bakje kregen we bij toen we eten bestelden zat hier de saus in. Dus die heb ik schoongemaakt en die gebruik ik nu maar hiervoor. Maar ik wil eigenlijk nog zo'n mini Tupperware bakje. Waar zou ik die kunnen kopen? Heeft iemand tips? Dan heb ik als tussendoortje een Perfection Bar in de smaak Chocolate Toffee. En deze is echt super lekker. Ik gebruik het af en toe zo'n 1 of 2 keer in de week. Neem ik een eiwitreep als snack. Vind ik echt super lekker. En dan heb ik nog worteltjes. En hier zijn 2 eitjes die bijna klaar zijn. Die gaan er ook nog bij. En dan heb ik denk ik genoeg eten voor gedurende de middag. Ik ben inmiddels op werk en het is tijd om mijn eerste deel van mijn lunchbox op te gaan eten. Ik heb nu maar een kwartiertje voordat de nieuwe cliënt komt, tot de volgende cliënt komt. Dus ik ga eerst eventjes mijn 2 eitjes opeten en daarna de rest. Tamara heeft net een supergoed gesprek gehad met iemand, een nieuwe cliënt. Die had overgewicht en een hoog cholesterol gehad. Het ging echt goed, dus ik ben helemaal trots. Maar nu dus mijn lunchboxje geopend. Oh, een aantal van jullie vroegen hoe het met mijn pols ging. Nou, het gaat wel aardig wat beter. Ik heb een klein markje zeg maar van de stoel, maar hij is in ieder geval niet heel dik geworden. Heb ik jou nog niet eens verteld, nee, maar ik had echt keihard mijn pols gestoten aan die nieuwe stoelen toen ik ze aan het maken was. Echt. Dus
ik zat hier met een ijsdingetje. Maar het valt heel erg mee, dus top. Maar dank jullie wel voor jullie lieve reacties. Oké, jongens, dit is het zware gedeelte van mijn werk. Ik heb namelijk een pakketje binnengekregen van Chiquelle. En ik mag af en toe kleding uitzoeken bij hun, wat ik natuurlijk super leuk vind. Wat ik dan altijd mag doen is zeg maar 8 items uitzoeken en een bepaald Chiquelle 4 zeg maar dingen die ik krijg. Dus ik weet letterlijk niet wat hierin zit. Om heel eerlijk te zijn weet ik ook niet meer zo goed welke 8 ik heb uitgezocht. Dus we gaan samen kijken en ik ga het jullie laten zien. Van alle items link ik zeg maar de directe link hieronder. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die is 15 Optima. Ja, 15 Optima. Die zal ik ook... Oh, ik zie al wat heel leuks. Die zal ik ook even linken. Oh, er zitten 2 roze truien in. Ik had gehoopt er eentje te krijgen. Maar goed, helemaal leuk. Je kan nooit genoeg roze dingen hebben in je kast, vind ik. Al heb ik ze relatief weinig. We beginnen. Ik zal met de meest plain iets beginnen. Dit is obvious een witte trui. Ja, leuk is deze. Hij is wat korter. Dat vind ik heel erg fijn. Ik ga hem natuurlijk ook even aantrekken. Wacht jongens. Ik heb mijn kleding nu speciaal aangepast natuurlijk. Nee, dat is niet waar. We gaan hem gewoon even aantrekken. Ik vind, oh, dit is ook zo'n zacht stofje. Weet trouwens dat ik wel altijd eerlijk ga zijn hoor. Dus al vind ik dingen zoals laatst ook met die crop top. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ik zal altijd eerlijk zijn. Ja, ik vind hem leuk. Ik heb geen spiegel, dus ik kan hem zelf niet zien. Tamara, is hij leuk? Ja, ik vind hem echt, ik vind hem echt leuk. Ja, hè? Ja. Wat ik heel leuk vind aan truien is dat ze dan hier zeg maar zo'n V hebben. Dat maakt het minder boxy. En daar liep ik een beetje tegenaan. Ik heb wel een andere witte trui, maar die is hoog gesloten. En dat is toch wat... Ja, wat anders dan deze. Dus ik ben hier heel blij mee. Oh, ik moet een rondje. Ja, ik stond letterlijk achter de camera. Zo, dus ik zal even een rondje draaien, jongens. Goed, oké. Ik ga de volgende trui uitpakken. We hebben hier een roze trui. En ik heb er dus 2 van. Ik vond ze allebei heel erg leuk. Ik kon echt niet kiezen. Ik dacht, ik bestel er 2. En hopelijk krijg ik er dan 1. Maar ik heb ze dus allebei. Oh ja, deze stofje. Met een kool. En hij is ook cropped. Ik ben benieuwd of deze niet te kort gaat zijn. Ja, het is echt een ribstofje, zeg maar. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Oké, ik trek hem even aan. Jullie zien me zo terug. Cute. Oh ja, hij is ook niet te kort. Ik was echt super cute. Dat hij te kort zou zijn. Ja, is hij leuk? Hij is cute. Echt raar. Ik vind dat stofje heel fijn, mooi. Ja, ik vind het heel luxe mooi. Lijkt het. Ja. Ja, dat is sowieso wel met de producten van Chiquelle, dat ze echt wel gewoon, je voelt gewoon dat het kwaliteit is. Het is natuurlijk wel duurder dan bijvoorbeeld Zara of H&M, maar ik vind ook dat je het echt wel voelt. En het is ook weer echt een heel fijn stofje. Ik vind die kool ook heel fijn, die weet ik trouwens niet hoe die nu zit. Volgens mij zit die wel goed. En je kunt hem dus ook hoog doen, maar dat vind ik minder, dus ik vind het leuker om hem om te slaan. Ja, ik kan mezelf nu niet zien, ik ga zo even de beelden terugkijken, maar ja, ik denk dat ik deze echt heel erg leuk vind. Oké, dan heb ik hier dus nog een roze trui. En ik vond dit effect zo leuk. En dat had ik al heel vaak gezien. Om heel eerlijk te zijn, moest ik eraan wennen. Dat ik dit voor het eerst zag, dacht ik echt van... Wow, wat een pyjama stofje. Maar dit, voel dit. Hoe zacht is dit? Dit is zo'n zachte trui. I love it. Maar dit kleurtje ook. Ik weet gewoon dat dit kleurtje me, al zeg ik het zelf, best wel goed staat. Dus ik ga deze ook weer even aantrekken. Oh, dit is zo zacht. Echt leuk. Bizar. Ja, is het leuk? Ja. Ja, hè? Hij zit er zo lekker. Echt leuk. Met zo'n kettingje erover. Ja, jongens. I love it. Hij is volgens mij een beetje langer aan de achterkant, of niet? Ja. Ietsje langer aan de achterkant dan aan de voorkant. Dus hij kan er ook heel leuk, zeg maar, in. Ja. Een broek of zo. Ach. Ja, ik vind hem echt leuk en zo zacht. Hij is heel mooi. Ik kan zelf echt de hele dag knuffelen. Maar nu, jongens, ik zag dit al en ik hoopte echt dat deze erbij zou zitten. En hij zit erbij, want hier word je natuurlijk zo vrolijk van. Een glittertop. Tenminste, volgens mij was het een top, ja. Echt, oh. Wow. Oh, het is ook echt een body. Oh, dat was ik vergeten. Oeh, hij is wel, ik hoop dat hij aan de binnenkant, nee, aan de binnenkant, ik wou zeggen hij prikt wel een beetje, maar aan de binnenkant is het echt dit stofje. Dus ik denk dat hij aan de binnenkant niet prikt. Goed, wacht even, ik ga hem even helemaal omkleden en deze glitter body aantrekken. Oh jongens, ook deze, echt, hij prikt helemaal niet, daar was ik echt bang voor dat hij hier heel erg zou prikken. En hij zit, ik vind dat zo mooi aan een body, dat je echt helemaal
aangesloten zit. Dat vind ik echt heel mooi. Ik heb ook soms dan heb je een beetje dat het hier zeg maar snijdt. Volgens mij valt dat heel erg mee bij deze. En anders dan doe ik er wel wat overheen of zo. Dat komt helemaal goed. Het enige wat lastig is, is dat je hierachter zeg maar knoopjes hebt die je niet zo makkelijk zelf dicht krijgt. Tamara heeft er 2 voor mij gedaan. Ik heb uiteindelijk de 3e zelf gedaan. Dus het kon wel. Maar ja, weet je, dit is toch iets wat ik met kerst of zo zou aandoen. En dan is Sven ook wel altijd in de buurt. Dus dan kan die het voor mij dicht doen. Maar ik denk dat ik deze wel met kerst of met oud en nieuw ga combineren. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik zal trouwens, ik weet niet uit mijn hoofd welke maten het allemaal zijn. Maar die zal ik allemaal in beeld zetten. Goed, dan was dit de mini Chiquelle shoplog. Ik ben er super blij mee. Dus Chiquelle, dankjewel. Alle links staan dus hieronder. Daar kun je op klikken en kun je ze direct ook vinden, deze items. Ik hoop dat je het leuk vond. En ja, nu moeten we toch wel weer echt als diëtist aan het werk. Ik ben lekker thuis. Het is inmiddels 8 uur, maar ik heb eten. Daar heb ik nu heel veel zin in. Ik heb een mega berg groenten en 2 groenteburgers. Ik eet alleen en ik had niet zoveel zin om moeilijk te doen. En dit is dan echt een van mijn go-to gerechten. En ik ga lekker first dates kijken. Sven komt ook al bijna thuis. Dus daarna lekker chillen. Nou, bij deze wil Sven graag de vlog afsluiten. Dag. Dat was het. En dat is origineel. Ja. En we moeten de kerstvraag nog doen. Ik heb heel veel kerstvragen gekregen deze keer. Ik vond dat je een hele rare vraag kreeg. Wat dan? Heb je die gelezen? Weet ik niet. Wat vond jij de rare vraag? Wat is je slechtste kerstherinnering? Ja, die heb ik ook gelezen. Wat is je slechtste kerstherinnering? Nou, ja. Ik denk als kind zijn dat je niet krijgt wat je vraagt. Maar ik kreeg nooit echt cadeautjes met kerst. Volgens mij, oh ja, wel van opa en oma en zo. Ik heb niet echt een... Vind ik een rare vraag. Oh, maar ik heb ook niet echt een slechte kerstherinnering, denk ik. Ik heb wel een slechte Sinterklaasherinnering. Ja? Vertel. Ja, ik ben dus echt heel bang voor Zwarte Piet. Ja. Ja, dat is... Nog steeds ook. Ja, ik hou gewoon niet van mensen die verkleed zijn. Want mensen die verkleed zijn, die doen altijd rare dingen. Ik hou de camera even dichterbij, want dan hoef ik niet alles te ondertitelen. Want dat is zoveel werk. Ja, maar dat is zo. Mensen die verkleed zijn, die denken in één keer... Oh, ik kan allemaal echt rare dingen gaan doen. Ja, nou, dat vind ik irritant. Daar hou ik niet van. Maar de kerstvraag die ik eigenlijk wilde beantwoorden... Ik kreeg een heleboel dezelfde vragen. En dat is vooral, wat eet je graag met kerst? Maar vooral ook, eet je gezond met kerst? Ja, wat denkt u zelf? Inderdaad, als je me goed kent, dan weet je waarschijnlijk dat ik niet met gezond eten bezig ben met kerst. En dat ik gewoon alles eet waar ik zin in heb. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dan ook wel gezonde dingen eet. Want bijvoorbeeld... Die kunnen ook lekker zijn, hoor, gezonde dingen. Ja, maar als bijvoorbeeld... als er bijvoorbeeld een heel buffet of zo is, dan vind ik groente of een salade of zo vind ik ook even goed lekker. Ja, maar jij vindt gezonde dingen gewoon oprecht lekkerder dan ongezonde dingen. Nou, niet per se, want ik zou ook echt wel chocola eten en ijsjes. En... Ja, maar met avondeten bedoel ik. Ja, met avondeten hoef ik niet. Jij hebt veel liever een lekkere groentemaaltijd die echt goed bereid is dan een stuk vlees en patat of zo. Ja, dat is waar. Niet dat dat heel ongezond is. Nee, maar dat is wel inderdaad waar. Ik eet niet per definitie alleen gezond. Maar ik let er niet op met kerst. Snap je nog? Ik ga niet bewust denken van... Oh, nu wil ik gezond eten. Nee, ik eet gewoon echt wat ik lekker vind. En mijn favoriete kerstmaaltijd als avondmaaltijd... Of sowieso als lunch is gewoon van alles wat. Weet je, als iedereen wat meeneemt. Dat je van alles wat kan proeven. Of bijvoorbeeld gourmetten vind ik ook altijd leuk. Maar dat komt op hetzelfde neer. Dat je gewoon echt van alles kan eten. Leuk. Ja, maar gourmetten vind ik wel leuk. Met 20 pannetjes? Ja, maar dan wil ik wel... maaltijden. Ja, maar dan wil ik wel 2 pannetjes. Ja, precies. Dat het wat sneller gaat. Ja. Want anders eet ik me echt ziek aan stokbrood. Ja, wat je dan moet doen met gourmetten, moet je echt... Terwijl je iets aan het eten bent, ook iets braden. Ja, inderdaad. Efficiënt moet je werken. Ja. Bij deze onze gourmet tips, efficiënt werken, jongens. Maar wat is jouw favoriete kerstmaaltijd? Ja, ik denk ook hetzelfde. Ik vind het heel... Ik hou niet van één ding. Nee, dat hebben we allebei wel een Als beetje. Wij ook uit eten gaan, dan is het of tapas of sushi. Omdat we dan heel veel keuze hebben. Ja, precies. Ja. Dus laat even weten, wat zou jouw favoriete kerstmaaltijd zijn? Let me know hieronder. Rollade. En nu...
In een lade. Ja, sommige mensen vinden dat heel lekker. Wij houden dus niet echt van stukken vlees of zo. Nee, niet een homp. Nee, niet een homp vlees. Nee. Maar laat eens even weten hieronder wat jouw favoriete maaltijd is. En nu moet ik echt afsluiten, want de vlogs worden ook alweer heel erg lang. En jullie gaven wel aan dat het allemaal niet erg is. Maar mensen gaven ook wel aan dat ze te laat kwamen op hun werk. En dat wil ik natuurlijk niet op mijn geweten hebben. Dus we gaan heel snel afsluiten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlogmas. Doei doei!